Van harte welkom bij deze aflevering van TSC TV, waarin we aandacht schenken aan de wedstrijd TSC tegen Jong Vitesse. Onze tweede divisionist TSC had meer verdiend dan de 1-2 nederlaag tegen de belofte van Vitesse uit Arnhem. Toch had de ploeg dit aan zichzelf te danken. De ploeg van Frits van der Berg liet vooral in de tweede helft het na om een voorsprong te nemen. Een bijna traditioneel foutje deed TSC in de slotfase de das om. Sven van Inge trok aan de noodrem en scheidsrechter Ruberti legde de bal op de stip en van Inge kon met rood op zak vertrekken. Van den Berg had weer flink aan zijn opstelling gesleuteld, vooral in zijn aanval. Die nu werd gevormd door Walter Kiomeni, Jip Bartels en Curtly de Wind. Allereerst de opstellingen van beide ploegen. Te beginnen bij TSC op doel van der Sman. In de achterhoede Takasawa, Shakison, Van Inge en Vierek. Op het middenveld van Gessel, Vink en Rotjan. En de voorhoede van TSC tegen Jong Vitesse werd gevormd door Kiomeni, Bartels en de Wind. Dan de opstelling van Jong Vitesse op doel. Brummel, Faaien, Oude Kotten, Potjes en Lelieveld in de achterhoede. Kajor, Kleine Holte en Osman op het middenveld. En Korenjoek, Zang en Corian in de voorhoede van Jong Vitesse. In het begin van de wedstrijd had Vitesse het meeste balbezit. Bijna kwam Vitesse al na 8 minuten op voorsprong. Lassane Faaien glipte binnendoor langs Rendel Shakison. Dat was een zeldzaamheidje, maar raakte gelukkig voor TSC de paal. Echte kansen kreeg TSC niet in het begin van de wedstrijd. Na een half uur kon doelman Sebastian van der Sman Mohamed Osman nog net van het scoren afhouden. Maar 3 minuten later was het toch raak. Via Osman en Asja Corian duwde Kai Korenjoek met enig fortuin de bal over de doellijn. 0-1. Het antwoord van TSC kwam al enkele minuten later. Kiomeni soleerde op rechts en bij de eerste paal kwam de Wind goed voor zijn man en schoot de bal achter doelman Stef Brummel. 1-1. Trok TSC het initiatief naar zich toe. Op aangeven van Wim Miljovink schoot Kiomeni goed in, maar Brummel was op zijn post. Uit de aansluitende hoekschop liep Bartels de bal nog net naast. Na een uur voetbal kwam Vink goed van links binnen, alleen werd zijn schot door Brummel gepareerd. Ook een schot van de Wind in kansrijke positie ging hoog over. Vooral de Wind had er in de tweede helft veel zin in en was ongrijpbaar. Af en toe kwam Vitesse er wel goed uit, maar doelman van der Sman stond telkens goed op zijn plaats. In de 77ste minuut stond Bartels aan het einde van een goede aanval, maar trof geen doel. Vier minuten voor tijd pakte Sven van Inge Asja Corian vast en verdween de bal op de stip. Het gebeurde in het 16 meter gebied. Kali Daniel versloeg van der Sman, al koos hij de goede hoek uit. In blessuretijd liet Van der Sman nog tegen een gele kaart op toen hij bij een uitbraak een speler van Vitesse onderuit haalde. En dat was licht bestraft door de scheidsrechter. Nog een aantal mededelingen voor u. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC. Dat is op dinsdag 25 oktober. We spelen dan in de beker tegen Cambuur. En die kaarten worden in de voorverkoop al vanaf aanstaande dinsdag verkocht. Bij alle tankstations van H. van Dijkhuizen.
Daar kunt u dus die kaarten al zoals gaan kopen. Bedankt u voor uw komst naar Sportpark De Lok en graag tot een volgende keer. Henk Vrezer, trainer van Vitesse nummer 1, hier op de Lok komen kijken naar Jong Vitesse. Wat vond je van de wedstrijd? Nou, ik vond het wel vermakelijk. Ik moet zeggen, ik vond twee ploegen die redelijk aan elkaar gewaagd waren. Ik denk dat aan weerszijden uiteindelijk de kansen en mogelijkheden waren. En wij waren denk ik de meest gelukkige. Heb je het goed kunnen bekijken, dat doelpunt wat uiteindelijk viel, die penalty, was die terecht? Ja, ik denk dat de penalty wel terecht was, als ik eerlijk moet zijn. En de speler van Vitesse deed het denk ik heel slim. Als je kijkt naar Jong Vitesse, hoe staat die club ervoor? Ja, in zijn totaliteit zijn we denk ik wel heel goed bezig. En zeker in de ploeg van Jong Vitesse zijn we toch aan het kijken. Doen een aantal jongens mee die bij mij meetrainen. Om te kijken wat de mogelijkheden dadelijk zijn ook bij BVO 1. Ja, zitten er jongens bij die door kunnen stromen? Er zijn een aantal jongens waar we best wel behoorlijk tevreden over zijn. Lassan doet het denk ik al een hele tijd aardig. Arshak. Corian Arshak doet het aardig. Dus dat zijn wel spelers waar je met name naar komt kijken. Ja. TSC zelf zit in een neergaande spiraal. Vertel eens wat over de club wat jij gezien hebt. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb me best wel vermaakt. Nogmaals, ik denk dat een gelijkspel misschien wel terecht was geweest. Dus dat ik wel zo in die eindfase dat Vitesse wel aandrong. Maar ook in die eindfase kreeg Tek een aantal goede mogelijkheden. Dus ik denk dat ze misschien vandaag te weinig krijgen. Ik vind wel dat je een ploeg hebt gezien die er wel voor gaat. En die ook wel veerkracht heeft getoond. Alleen een beetje ongelukkig. Dus ik heb wel het gevoel dat het wel goed komt hoor. Frits van den Berg, weer 0 punten. Ja, weer 0 punten. Goed gespeeld. Maar wel met lege handen. En dan het zure is dat je dan 5 minuten voor tijd de nederlaag krijgt. Maar wat ik eigenlijk erger vind, dat is een van de beste spelers van het veld dat hij met rood moet vertrekken. Want ik vond Sven van Dingen bij uitstek een van de betere spelers. Was het een terechte penalty? Je kunt hem geven. En ik denk ook vanuit mijn oogpunt gezien dat als wij zo'n situatie krijgen, dan schreeuwen wij ook om een penalty. Dus ik denk dat het gewoon wel een terechte strafschop is. Alleen of dat je dan de rode kaart moet trekken. En de nieuwe regel is dat je geen rood meer hoeft te trekken. Dus ik denk toch dat wij daar tegen die beslissing gaan we toch in beroep, denk ik. Nou goed, dat zal de toekomst uitwijzen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Geldt dat ook trouwens voor de beker? Is Sven van Dingen dan ook automatisch geschorst voor de beker of niet? Ik ben niet zo goed in regels. Maar of dat hij ook geschorst is voor de bekerwedstrijd, dat weet ik eigenlijk niet. Want volgens mij staat dat los van elkaar. Maar dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Maar als we de wedstrijd even kort analyseren. TSC goed gevoetbald, maar er zat angst in die ploeg, hè? Niet in iedereen. Niet in iedereen. Ik heb ook spelers gezien die vrij waren in hun hoofd. En die ook dat hebben laten zien in het spel. Maar goed, dus ik heb ook gezien dat er een aantal jongens in het veld liepen die waar veel spanning op stond. Aan de andere kant, die spanning die moet je op een gegeven moment ook de baas worden. Kijk, dit is een nieuw fenomeen, hè? Wat we nu meemaken. Kijk, we zijn natuurlijk al die jaren zijn we uiteindelijk hier terechtgekomen in de tweede divisie. En, ja, altijd meegedaan voor de bovenste plek. Ja. En nu doen we mee voor de onderste plaats. Hoe simpel is het? En nu staan we in één keer. Kijk, we hebben wel eens een keer 4 wedstrijden verloren en een keer gelijk gespeeld. Maar toen stonden we 10e. Dat was de laagste klassering. Maar nu sta je in één keer na 5 wedstrijden sta je op de voorlaatste positie. Heb je alleen HSC nog onder je staan. Gaat de druk dan ook omhoog bij de trainer, oftewel bij jouw persoon? Ja, dat gaat wel voelen, ja. Ik slaap wat minder goed de laatste weken. En hoe ga je daarmee om? Ja, door 's morgens vroeg lange wandelingen te maken. Door het schone Betuwe, door het schone Maurik. En echt mijn zinnen verzetten. Maar gewoon door lekker naar de buiten te gaan. En daar, op die manier moet ik het weer proberen weg te zetten. Maar en wat daarbij komt, dat is ook blijven analyseren. Kijken, waarom gaat het fout? Waar gaat het fout? En bij wie? En ik denk dat we soms in sommige opzichten misschien wel eens wat strenger moeten zijn. Nou goed, lichtpuntje, Kurtley de Wind. Die heeft in ieder geval weer eens een keer gescoord sinds meer dan 300 minuten hier thuis op de Lok. Ja, Kurt heeft zeker een voldoende gehaald in deze wedstrijd. Goede goal, vond ik. En ook een hele goede assist van Walter.
die we verrassend aan de linkerkant hebben laten spelen. En ik denk dat Walter zeker ook een dikke voldoende heeft gehaald vandaag. En nou, we kunnen ook niet zeggen dat Jip een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Ik vond... Nee, hij had gewerkt en die had hem ook een paar keer zomaar op de slof kunnen hebben. Ja, Jip heeft ook heeft zeker een goede wedstrijd gespeeld. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, Ilias heeft me verbaasd. Sebastian was, die is goed weggekomen, want dat was wel rood eigenlijk. Maar goed. Al met al, kiezen voor vastigheid? Ja, duidelijkheid vooral. Duidelijkheid scheppen. En aangeven wie je nummer 1 is en aangeven wie je nummer 2 is. En ik denk dat we dat nu onderhand na 10 wedstrijden wel moeten weten. Want uiteindelijk staat het teller gewoon op 10 en wij staan nog steeds op 7. Ik had gehoopt dat het 10 op 10 zou zijn vandaag. Het is wel een hele grote teleurstelling. Sebastian van der Sman, weer geen 3 punten. Ja, kloten. Echt, ik denk oneerlijk dat dat het goede woord is. Ja, het had niet gehoeven. Hè? Het spel was helemaal niet slecht van TSC. Een fout van Ingen, mogen we dat zo zeggen, die penalty? Nee, vind ik geen fout van Sven. Het gebeurt al veel eerder hier op de middenlijn. Ik weet niet precies met wie. Ja, de linksbuiten doet het slim. Kruis voor hem langs. Ja. Maar we moeten gewoon veel eerder die bal erin schieten. Keeper van hun pakt 2-3 goede ballen. Maar je moet gewoon eerder die wedstrijd beslissen. Zo simpel is het. Ja, dan hebben we achterin ook niet zoveel druk. Ja goed, met de neus naar voren. Nu Cambuur thuis. Altijd lastig. Nou, dan moeten we die maar pakken. Dan de uitslagen van de 10e speelronde. Katwijk, Jong, FC Twente, 0-1. Barendrecht, Koninklijke HFC, 3-3. Kozakken Boys, Excelsior Maassluis, 0-3. GVVV, VVSB, 2-0. Spakenburg, UNA, 1-1. HHC Hardenberg, de treffers uit Groesbeek, 1-3. Jong Sparta FC Linde 2-2, Jong AZ AFC 2-2 en TSC Jong Vitesse 1-2. Dan de stand per 16 oktober 2016. Jong AZ 21 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. GVVV uit Veenendaal 21 punten, ook uit 10 gespeelde wedstrijden. AFC uit Amsterdam 18 punten op de derde plaats. Excelsior Maassluis 17 punten. VVSB op de vijfde plaats. Met 17 punten. Jong Vitesse 16 punten. Kozakken Boys 15 punten. De treffers uit Groesbeek 14 punten. En op de negende plaats vinden we FC Linde met 14 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. TSC vinden we op plaats nummer 2, maar dan wel van onderen. 7 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. En de hekkersluiter tot nu toe in de competitie van de tweede divisie is HHC Hardenberg. 4 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers. Ondanks dat hij een penalty veroorzaakte, is Sven van Ingen man of the match geworden. Hij kreeg een 7,5 van de jury. Rendel Sjakisson, ook hij scoorde een 7,5, evenals Wimilio Vink. Sebastian van der Sman, de keeper, een 7. Ilias Rotjan, een 7. Walter Kiomeni, een 7. Matthijs van Gessel, een 7. En Kurt Liedewind, ook een 7. Bart Westerlaken, hij viel in de tweede helft, een 6,5. Akita Kasawa, een 6,5. Jip Bartel scoorde een 6,5. Gregory Vierek, een 6. En Mohamed Nouri, hij viel ruim 20 minuten voor tijd in. Hij kreeg een 4. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op dinsdag 25 oktober. Dan wordt om 8 uur gespeeld voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Thuis ontvangt TSC dan op Sportpark de Lok SC Cambuur uit Leeuwarden. De eerstvolgende uitwedstrijd van TSC voor de reguliere competitie is op zondag 30 oktober. Dan gaat de Tielse Indrachtscombinatie naar Veldhoven voor de wedstrijd tegen UNA. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.